Extreme omstandigheden. Zo verwoorden de EPV, zeg maar de club van de Nederlandse palletindustrie, de situatie rondom de almaar stijgende hout- en dus ook palletprijzen. Over het algemeen mag het dan wel lekker gaan met de logistiek, maar de wereldwijde supply chain, logistiek dienstverleners, webshops, die hebben het afgelopen jaar toch de nodige klappen gehad. En denk ook aan bestaande problemen zoals uh, weinig beschikbare vrachtwagens, peperdure containers, personeelstekorten en natuurlijk alles wat uh, bij COVID komt kijken. En daar komt nu dus ook nog een keer het probleem bij van de prijzige pellets. Extreme omstandigheden dus, al dus de EPV in dit persbericht. En hoe extreem het is, dat laten we zien. Dat doen we aan de hand van deze houtprijsindex van het CBS. Want voor pellets heb je hout nodig en de stijgende houtprijs is natuurlijk de reden voor die peperdure pellets. De grafiek ziet er misschien ingewikkeld uit, maar we leggen het uit. Allereerst even om wat voor type hout gaat het eigenlijk? Om deze drie jongens. Twee, twee typen Scandinavisch hout en hout uit het Balticum. Type hout, is dus dat gebruikt wordt bij het vervaardigen van pellets. Terug naar de houtprijsindex, deze. Deze index die baseert zich dus op de prijs van de drie pellets, zoals we die net hebben uitgelegd, van de drie typen hout. De houtprijsindex die gaat uit van 2005 als basisjaar. Dus alle indexcijfers die vervolgens boven 100 liggen, geven dus een prijsstijging aan ten opzichte van het basisjaar in 2005. Een voorbeeld, een paar jaar geleden, in mei 2016, lag het indexcijfer voor hout van pallets op ongeveer 125 tot 130. Flink veel duurder dus dan in 2005, maar het kan nog gekken. Want nu, opnieuw vijf jaar later, is dat eerdere indexcijfer van 125 tot 130 gestegen tot, hou je vast, 230, 235. Met andere woorden, de prijzen voor pallets gaan over de kop. De kern van het probleem is dus die dekselse houtprijs. Die is namelijk nog nooit zo hoog geweest als we net hebben gezien in de houtprijsindex. Maar hoe komt die houtprijs nou zo hoog? Dat heeft verschillende verklaringen. Ja, één is natuurlijk: mensen zijn in coronatijd massaal gaan klussen, zoals deze meneer achter mij. En voor al die deuren, bankjes en kozijnen is natuurlijk hout nodig. Twee: retailers die hebben moeten overschakelen op webshops en daardoor zijn de online verkopen door het dak gegaan en daar was en is dus meer hout voor nodig, meer pellets om al die bestellingen te verwerken. Drie, er worden natuurlijk meer huizen gebouwd en voor al dat geklus is ook weer hout nodig. En vier, er zijn nog verschillende oorzaken, sommige structureel, sommige zijn wat meer tijdelijk van aard. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag voor Europese hout vanuit China, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. En een belangrijke en zeker niet te vergeten, een schrijnend capaciteitstekort. En als we het over capaciteitstekort hebben, dan hebben we het niet zozeer over een tekort aan hout, want in theorie is er hout genoeg. Er is bos voldoende en van de bijgroei in Europese bossen, dus het bos dat erbij komt, wordt gemiddeld genomen ongeveer 60% gekapt. En in coronatijd was dat nog minder. Met andere woorden, netto gezien ligt er meer hout in de Europese bossen dan voorheen. Maar het grotere probleem is dus die capaciteit. Al dat hout moet wel gezaagd worden. En zagerijen, zagerijen hadden het al lastig om alle orders de deur uit te krijgen. En dat wordt in deze tijden natuurlijk alleen maar moeilijker. Maar zoals ze net al zeiden, komt dat ook omdat de vraag naar Europees hout toeneemt. En dat is ook te danken aan deze meneer, Donald Trump. Hij verhoogde de invoertarieven tarieven op Canadese hout. Waardoor Amerikaanse bedrijven niet meer inkopen in Canada, maar ook in Europese landen zoals Oostenrijk, Duitsland en Scandinavië. Kortom, het is dringen op de Europese hout- en palletmarkt, ook voor Nederlandse bedrijven. Overigens, een kleine pleister op de wonde is dat de situatie in Nederland en Europa nog niet zo erg is als in de Verenigde Staten, want daar zijn de prijzen ten opzichte van vorig jaar in 2020 met factor 5 gestegen. In dat geval zou een pallet hier tussen de 40 en 50 euro per stuk kosten. Zover zijn we gelukkig nog niet, maar de zorgen zijn wel terecht. De vraag is, wat nu? De vraag naar hout houdt waarschijnlijk nog wel even aan en de zagerijen zullen problemen echt niet 1, 2, 3 hebben opgelost. De houtprijzen zullen dus nog wel even blijven stijgen en dat zullen we doorberekend zien in de palletprijzen. Waarschijnlijk nog wel een aantal maanden. Maar wat zijn dan de gevolgen voor die klant? Want die klant wil natuurlijk wel zijn spullen blijven inkopen bij webshops en die wil thuis door blijven klussen. Maar ja, die klant is natuurlijk ook afhankelijk van de containers, van de beschikbaarheid van containers, van vrachtwagens, van pallets en indirect dus ook van die houtprijs. Komt er geen oplossing, dan komt er een moment dat de spullen misschien niet meer geleverd worden of heel laat. De vraag is dan hoeveel langer is die klant bereid te wachten op zijn spullen? En misschien nog wel belangrijker, hoeveel meer is die klant bereid te betalen wanneer die houtprijs wordt doorberekend in de pelletprijs en dus ook in de productprijs? Nu al is het zo dat logistieke bedrijven pellets intern vasthouden als gevolg van vertraagde of geannuleerde pelletbestellingen. Maar ja, dat leidt ook weer tot hogere opslagkosten en meer congestie binnen de eigen logistieke operatie. Dus even praktisch wat kan u als logistiek ondernemer nou eigenlijk wel doen? Nou, het gouden ei hebben wij helaas ook niet en de oplossing is absoluut niet eenvoudig, maar hopelijk wel hier twee simpele tips op een rij voor hoe je het palletprobleem zo goed mogelijk kunt tackelen. 1. Hergebruik pallets binnen het magazijn en 2. Koop strategisch in. Natuurlijk is forecasting daarbij ontzettend belangrijk en denk bijvoorbeeld ook eens aan geregenereerd hout, oftewel teruggewonnen hout. Relatief goedkoop en goed voor het milieu. En een ander idee is misschien kunststof of kartonnen pallets. We hopen dat het palletprobleem in deze video iets duidelijker is geworden. En vond je dit een zinvolle video, abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Tips en opmerkingen zijn welkom. Drop die hieronder in de comments. En voor meer informatie is er natuurlijk altijd warehousetotaal.nl en natuurlijk ook houtwereld.nl.